moet zeggen dat het, ja, het bevalt me perfect. Er zitten altijd wat mooie en iets minder mooie kanten aan. Ik moet zeggen dat het me, omdat je net van de fiets afstapt, dan wil je ook voldoening krijgen in wat je op de fiets ook altijd hebt nagestreefd. Dus je wil eer halen in je werk. En ik twijfelde in het begin dat dat wel helemaal zou lukken. Maar ik moet zeggen dat na het eerste jaar ik me daar ongelooflijke voldoening in vind. Om de ploeg draaiende te houden en met jongens te werken zoals we het laatste jaar gewerkt hebben. Ja, buiten de successen, het was vooral een seizoen wat naast de prestaties wat ze geleefd hebben, ook een heel goed seizoen om samen te werken en opbouwend bezig te zijn met jonge renners zoals we die het laatste jaar hadden. En je ziet ze ook doorgroeien en vooral dat is het mooie van het ploegleiderschap, om renners zo te zien groeien dat ze beter worden. Ja, op zich is het niet echt veel veranderd. We hebben geprobeerd om de kern te houden. Dat is ons ook gelukt, om de vaste kern waar we vorig jaar mee aan het bouwen zijn geweest, om die te behouden. Aangevuld met een paar goede renners en jong talent. En daar gaan we weer opnieuw mee bouwen natuurlijk, om ons nog beter te presenteren. En ik heb er alle vertrouwen in, moet ik zeggen. Nou, we hebben natuurlijk heel veel mooie wedstrijden. We richten ons natuurlijk op de grote tv-wedstrijden als wedstrijden uit de Pro Tour. Maar we willen ook graag wat kleinere etappekoers doen. En juist goed doen om daar ook hele goede begeleiding voor jonge renners in uit te halen. Om daar in die etappekoers, de kleinere etappekoersen, een heel goed leerproces te maken. Nou, we hebben juist die verhouding van jonge renners en oud-gedienden, zeg maar, die het vak kennen. En juist die combinatie is heel goed. Dat leert ook het allerbeste. Kijk, ervaring kun je even overnemen. En als wij met het team en de oudere renners, zeg maar, jonge renners laten zien hoe het zou moeten. En ook laten... ook daarin in mee te laten gaan hoe het spel werkt. En af en toe op de neus laten vallen. Dus dat is ook af en toe belangrijk om het zelf te merken. Daar kun je dan op anticiperen met de ervaring die we in de ploeg hebben. En dan kun je erover praten en dan kom je tot een succes. Ja, teamspeel is zeker belangrijk. Maar het is vooral belangrijk dat iedereen zich goed voelt en op zijn plaats voelt. Iedereen moet gewaardeerd worden. En elk mens heeft positieve kanten, maar ook wat mindere kanten. Juist die positieve kanten eruit halen en dan de mindere iets wegduwen, zeg maar. Dan kom je tot een goed team. En dat is wel ons doel natuurlijk. Ja, dat is wel waar we op aan willen. Want we hebben allemaal heel goede renners en talentvolle renners. Maar we zijn niet de grote manieren, zeg maar, in dit peloton. Maar doordat we goed samenwerken en een goede teamspirit hebben. En de positieve punten wat ik net zei uit het team halen. Dan kunnen we toch een goede prestatie neerzetten. Ja. Nou, natuurlijk. We staan nu in het begin van het nieuwe seizoen en ik heb er heel veel vertrouwen in.